Stichting RUMAS heeft afgelopen zaterdag haar jongste programma Grijp je kans gelanceerd in de Paramaribo Zoo. Dit programma biedt 22 jongens tussen 12 en 16 jaar de mogelijkheid om wederom gevormd te worden. De jongens vertrekken woensdagmiddag naar Bosbivak, waar ze basic life skills krijgen aangereikt om niet meer in de fout te gaan. Dit zegt Annemarie Becker, coördinator Gezinshuis RUMAS. Dit project is speciaal voor jongens van 12 tot en met 16 jaar, waar die wij onze diamantjes noemen, want we hebben drie doelgroepen, de drop-outs en de youth at risk. Dat zijn deze jongens van ons. En we hebben ook nog de youth in conflict with the law. We gaan de dag starten en opdragen. Of mevrouw Hart gaat eerst openen. We gaan de dag opdragen, Waterpoel toe gaat de dag opdragen aan de heren, want RUMAS is een christelijke organisatie. We doen niks zonder God, hij is onze begeleider en hij zorgt er altijd voor dat er een project komt waardoor wij weer met 20 jongens, 20 tot 22 jongens, weer op de rit kunnen brengen om een man te worden, een fundament te worden in onze samenleving. Volgens RUMAS-directeur Emmy Hart heeft ze een opdracht gehad van God om kinderen te helpen. Hart zegt dat haar organisatie slechts de medeopvoeder is van de kinderen. En we doen het met liefde, zegt Hart. Ik ben heel erg dankbaar dat we de 26e groep, kan ook de 27e zijn. RUMAS is zo druk bezig dat we niet eens toekomen aan de groepen tellen. Maar we hebben wel stagiaires uit Nederland die het voor ons doen. Voor 30 december weten we precies hoeveel groepen we hebben getraind. Want volgend jaar, 26 augustus, bestaat RUMAS 10 jaar. En dan weten we dat we niet duizend, maar duizenden jongens hebben getraind. Ik wil deze jonge mannen alvast welkom heten. Geef voor jullie jezelf een applaus. Als jullie maar wisten, we hebben 33 jongens geselecteerd. We zijn al weken bezig om 33 jongens te selecteren. Omdat we weten dat we weten dat mensen niet geloven in zichzelf. Mensen geloven niet dat ze kunnen veranderen. En dat is de eerste drive van RUMAS. Hoe beïnvloed je mensen dat ze gaan geloven dat ze niet zomaar zijn? Dat was Emmy Hart, directeur van Stichting RUMAS. Ze sprak afgelopen zaterdag bij de start van haar jongste programma genaamd Grijp je kans. De kick-off is gegeven in de Paramaribo Zoo.